Wat ik nu ga doen is lekker slof aantrekken. Lekker dingen achter de computer doen. Maar ik zag ineens een foto voorbij komen van RTW Nieuws. Maar het is zoveel werk met het editen, jongens. Niet normaal. Als je vooral als je tot deze lijst maakt. Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pats, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. Na een tijdje, eigenlijk 12 uur al. En het is nu 1 uur geweest. Ja, bijna alweer 2 uur. Maar dus dan gaan we maar daar even eruit. Want anders blijf ik even liggen. Want ik ging 3 uur pas slapen. Ik zat met iemand lekker te appen. Die van vroeger. Zat over elkaar te hoeven te hebben. Hoe wat. In ieder geval, ik ga nu maar lekker klaarmaken om te douchen. Wat ik toch vast doe, is lekker deze aanzetten. Hoef die andere licht niet aan te doen. En dan lekker computer vast aan. Dus dat gaan we ook maar even doen. Oh. Hoppakee, zo. En dan hebben we lekker wakker worden, maar... Oh, heerlijk. Zo. Wel lekker geslapen. Dat in ieder geval wel. Mijn gevoel een beetje kort, maar ja. Het is niet anders. Ik ga nu maar lekker... even lekker douchen. Dus laten we dat nu maar ook even lekker doen. En voor de rest zien we wel wat we gaan doen. Ja. In ieder geval radio aanzetten. En wat vandaag gaan we beginnen is de glazen huis. Niet alleen de glazen huis. Maar ook de finale van de WK. Ja. En volgens mij zijn ze trouwens al erin. Zie ik nou niet bedenken. Want volgens Vincent gingen ze om 12 uur erin volgens mij. Dacht ik. En nou ga ik het opzoeken ook. Dan wil ik het weten. Want van mij gingen ze 12 uur erin. Maar dan wil ik weten welke zender dat is. Wordt uitgezonden. Radio 2 volgens mij zoiets. Oh, dan moeten we even zoeken hoor. Zo, dat is het enige wat ik wel moet doen. Oh, zo. Ja, ik kan ja. Ah, ja, ik zie hem al. Resierzuskes live. Kijk, ik heb het al gevonden hoor. Ik heb hem al. Het is al begonnen, Sirius Quest. Ze zit er al in. Dus 12 uur waren ze erin gegaan. Maar dan ga ik dus volgen. Dus laten we dat even lekker doen. En dan zie je voor de rest wel nu maar even douchen. Hoppakee, dan ben ik aangekleed en wel. Wat ik nu ga doen is lekker slof aantrekken. Lekker dingen achter de computer doen. Zoals editen. En je glazen huis kijken. Die daar achter op mij, bij mij achterop staat. En ik ga ervan genieten. En dan daarna, als dit afgelopen is, kom ik gelijk top 2000. Daar kijk ik ook al helemaal naar uit. Ja. Ik heb er zin in. Top 2000. En deze eerst. Ja. Al is het dan geen kerstmuziek. Dat is dan al wel een soort van mij al gevoel. Voorbij. Maar het glazen huis blijft leuk. Ja. Maar in ieder geval, ik ga lekker dat kijken. En tussentijd lekker editen. Nou, eerst even lekker een bak koffie zetten. En voordat ik koffie ga zetten, ga ik ook nog Anja eten geven. En deze nog even omspoelen, de kopje. En dan ga ik nu lekker glazen huis kijken. Oh. Ja, dit is gewoon wel leuk. Glazen huis. Een jaar geleden dat we hebben, natuurlijk jullie ook, hebben gekeken. Dus. Maar dan ga ik even koffie zetten. En wat we ook dadelijk gaan doen is het tweede pakketje openmaken van de adventkalender. Maar eerst even kan je eten geven, koffie. Ja, luisteren naar mij. Zo. En alleen dat ben ik vergeten, eten van kan je, maar ja. Komt later wel. Komt morgen alweer. En kan je? Ja. Alsjeblieft jongen. Tussentijd ga ik lekker koffie zetten om lekker wakker te worden. Ik denk dat ik even deze rolgordijn nu maar lekker gewoon dicht laat. Omdat, even afgezonden van mezelf, even op mijn eentje. Om zo te zeggen. Zo, maar tussentijd ga ik lekker een bak koffie zetten. Bakje pleur, maar ik weet het is zo'n raar gevoel. Om eigenlijk contact te hebben die je hele lange tijd niet hebt gesproken. En zit je gewoon ineens andere gesprekken wat je eigenlijk vroeger hebt gedaan. Ja, oké, misschien komt het ook door dat je ouder bent.
ga je meer interesse tonen, verdiepen naar elkaar. En als je jong bent, ben je nog speels, ga je kloten en wat dan ook. Dat is gewoon, ja. Dus dat, tussentijd lekker koffie zetten. Maar tussentijd dat koffie aan het gezet wordt, ga ik even fanclender openmaken. En dat is nummer 20. Nee, 21. Is het al 21 alweer? Is het alweer 21? Blijkbaar wel dat het 21 is. Maar oké. Het zal wel. Maar nummer 21 openmaken. Dus dat gaan we ook maar doen. Zo. Dus als deze. Dan zit erin. Net als die autootje. Een big. Net als die autootje. Oké, dan zet ik deze even neer. En dan kan ik deze even krassen. Dat we die hebben gehad. Oh, de 21 is alweer, joh. Zo, het gaat hard. Morgen 22 en daarna 23, dan 24. Nog drie te gaan. Nog drie te gaan. In de tussentijd is koffie klaar. Maar dat gaat hard. Nog drie. En dan is het al eventkalender alweer voorbij. Wat gaat het hard. En ik zit dan ineens te bedenken. Bij Amersfoort was er iets gebeurd. En nu zie ik te bedenken, is dat niet de reden geweest? Door de glazen huis. Zie nou ineens te bedenken. Hè? Want dat, ik zat er eigenlijk letterlijk al in de buurt, namelijk. Maar ja. Misschien ga ik nog dan wel daarheen. Maar het is nog niet zeker naar het glazen huis. Is wel een leuk idee. Maar ik moet even kijken wie er met me mee wil. Misschien Gio? Helaas had ik aan Vincent gevraagd. Maar het wordt een beetje krap voor hem. En als iets krap is voor mensen met beperking, dan is het stressend, kan ik je vertellen. En dus dat. In ieder geval nu even lekker bak koffie. En dan gaan we lekker editen maar. Want dat moet ook gebeuren. En dan bijna alweer 2 uur. Tijd gaat hard. Niet normaal, hoor. En wat heb ik gisteren leuk gehad. Hele drukke dag. Leuke dag. Echt wel super gezellig. Vooral de lange tijd ook helemaal gezien heb, Vincent natuurlijk. En dan ga ik nu maar lekker even lekker een bakje koffie genieten. En editen. Want ik wil het wel vandaag af hebben. Dus ja, laten we daar in ieder geval af voor proberen af te gaan maken. Dus, let's go editen. Laten we dat even lekker doen. En lekker een bak koffie drinken. Laten we dat maar ook even deel doen. De tijd zit ik nog even lekker te editen. En dan moet ik Ganya maar ook eten geven dadelijk. Maar ik zag ineens foto voorbij komen van RTW nieuws dat het sneeuwt. Dan gaan we gelijk even kijken. Want in Marksveen heb ik niet gesneeuwd, in Enschede wel. Nee. Ja, heel lichtjes. Heel lichtjes. Echt heel lichtjes. Of is het nou bevroren? Dat is één van de twee. Ik denk bevroren eigenlijk. Als ik kijk. Maar, en ik zit lekker de finale te kijken. Tegen Argentinië, Frankrijk. Ik had het niet gehoopt, maar ik denk dat we Frankrijk, Argentinië gewoon een voordeel krijgt door Qatar. Vermoed ik. Ik zeg niet dat het zo is, maar dat gevoel heb ik. Laten we zo zeggen. En dan mag ik gewoon zeggen, vind ik zelf. Dus tijd zit ik de hele tijd te editen. De vlog van vandaag. En van de lijst van top 2000. En ik hoop dat jullie in ieder geval die vlog leuk hebben gevonden. En tussentijds ook lekker naar de glazen huis te kijken. Heb ik ook lekker zin. Ik vind het altijd leuk. Ik heb elk jaar, als ik terug te kijken, heb ik elke keer dat ik dat aan zet. En dat ik het leuk vind om naar te kijken. En het is ook letterlijk echt zo. Maar ja. Oh ja, daar had ik even niet aan stilgestaan. Dat ik geen zakje meer heb voor Ganya. Maar dat moet ik morgen maar halen als ik niet vergeet. Maar tussentijd ga ik maar even dan broekjes geven. En ja, ik heb niks anders voor je, jongen. Ja, broekjes. Broekjes, ja? Ja? Ja. Pussy, pussy, pussy. Kan je toch? Oh ja, je bent een schatje. Maar je bent ook ondeugend. Nou maar even stoppen. Ja? Hé, hey, even rustig. Ja. En zo gaan we maar Ganya eten geven. Ja, ik ben wel vergeten zakjes te halen. Dat kan ook gebeuren. Maar, brokjes is ook al voldoende.
dat is ook wel goed voor in ieder geval dat hij eet. Dus, hé Raja? Ja, alsjeblieft. Dan ga ik zo meteen ook maar even eten maken. Het is alweer nu al 5 uur en de tijd gaat hard, man. Niet normaal. Ja, en dan morgen weer vroeg op. Ik heb totaal geen zin in, maar dat moet gebeuren. Dus in ieder geval even lekker verder met editen. Ik ben al heel lang bezig. Nou, ook al was ik laat wakker, anders had ik een keer eraf gekregen. Maar in ieder geval even lekker verder met editen en dan eten. En dan ben ik nog steeds bezig met editen, maar dan ga ik toch even eten. En wat ik ook gewoon bij ga doen, is dan een bordje pakken. Laten we dat zo meteen maar doen. Eerst even opwarmen de eten. Maar eerst even dus het plakband afhalen. Laten we dat ook maar even doen. Maar het is zoveel werk met het editen, jongens. Niet normaal. Als je vooral als je tot deze lijst maakt. Nou ja. Het is wel leuk om te doen. Hoor, ik ben nog steeds bezig om af te halen. Zo, ja. Ik heb het al. Zo, maar is hij nog steeds dicht. Alleen even kijken hoe lang die erin moet. Ik denk niet afgehaald, of wel? Ik ben bang voor wel. Nee, ik heb hem niet afgehaald. 6 minuten, oké. Dan gaan we alleen even gaten in prikken, wat ik altijd moet doen. 1, 2, 3, 4. Ik doe altijd 4, om het gemakkelijkste. En lekker dan in de magnetron stoppen. Laten we dat maar even lekker doen. Tussentijd is 6 uur al geweest. En ik moet nog steeds afmaken met editen, maar het is gewoon best wel veel werk. Maar eerst even nu 6 minuten even erin doen. En dan zien we voor de rest wel. En dan wachten tot die klaar is en dan gaan we lekker eten. Eerst tussentijd even snel afmaken met editen en een bord pakken. En dan is mijn eten klaar en dan ga ik die even pakken. Het bord heb ik al lekker al neergezet. Dan gaan we nu even op mijn bord scheppen. Laten we dat even doen. Want, en er moet wel gegeten worden, al op deze tijd, dat ik echt druk aan, en heel druk aan editen ben. Oh, helemaal fout, want ik krijg hem niet op vanaf. Ik fles ik niet vanaf. Oh, ik krijg hem al lastig af. Plastic, dat heb ik nog nooit gehad. Nou, kijken of ik op kan scheppen. Ja, dat gaat wel lukken. Zo, hoppakee. En dan ga ik lekker smullen. Terwijl de Ganja denkt ook, ja, het is van mij. Nee, Ganja, het is van mij. Zo, en dan ga ik nu maar lekker eten. En dan lekker YouTube bij kijken. Dat ga ik ook nog even lekker doen. En shoe success en voetbal. Nog steeds 2-2. Nu geworden trouwens. Ik was vergeten te melden. Maar het is nu 2-2 geworden. Argentinië, Frankrijk. En ik hoop dat Frankrijk gaat winnen dit WK. Ik gun het Frankrijk wel en Argentinië niet. Zo, dan ga ik klaarmaken om lekker naar bed toe te gaan. En ik zo te... En natuurlijk is het deze vlog een korter dan gisteren. Maar daar kan ik ook niks aan doen. Maar ik heb gewoon even lekker bij zitten komen. Veel zitten editen. Dus dat... Nu ga ik nu weer lekker alles dicht doen en klaarmaken voor morgen om lekker te slapen. En morgen weer een dag. En ik wil jullie in ieder geval allemaal bedanken voor het kijken. Morgen weer Q-Music aan. En nu maar lekker naar bed en eens lekker slapen. Nogmaals, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe dan sowieso een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Het zou tof zijn als je je beneden abonneert. En dan zeg ik alvast veel kijkplezier. Gewoon een heel vlog om 1 uur. En dan zeg ik hierbij later. Ben ik aangekomen bij Vincent in Enschede. Ja, en deze zegt Vincent. Sander, pak je camera. Ja. Vertel, de lijst. Ja, de lijst kun je maken van welke nummers al weggestemd hebben. Die op de lijst zijn. Top. 2, 2, 2.